Jan Keulemans wisselt twee spelers. William Owosu wordt de puntaanvaller. Arbitman is geblesseerd. En als schaduwspits krijgt Lens Anap de voorkeur op de Spanjaard Juande die op de bank zit. Voor Anderlecht is zo goed als iedereen beschikbaar. Dus Jacobs maakt keuzes. Fernando Canesin staat nog eens in de basis. Suarez begint op de bank. En de coach wisselt de vleugelbacks Vasilevski en Safari. Dennis Odoi en Olivier de Schacht mogen eraan beginnen. Scheidsrechter is de Nederlander Paul van Boekel. Alles is klein en gezellig aan het Kuipken. En dat wordt nog wat uitvergroot op een zonnige zondagnamiddag. Diepe bal van de Schacht en Mbokani. En daar komt de bal voor Canesin. Dat heet een straffe opening. Paas van de Schacht. Mbokani die hem perfect klaarlegde voor Canesin. Maar die krijgt het leer over het doel. De Schacht, Jovanovic, Canesin en het schot en de redding met de voet van Bart Deelkens. De Pitter. Anap en Farsi. Ineens de voorzet, hier is de Pitter. Die zoekt het bij de Kelver. Bal dicht bij het doel en hij hangt erin. Steven de Pitter. In eerste instantie beroerd door William Owusu. Misschien was dit wel wat deze wedstrijd nodig had. Een doelpunt van de thuisploeg. Anderlecht bewandelt het park hier in Westerlo. Het Kuipje iets te lichtvoetig. En hier wordt het afgestraft. Geen buitenspel van de Kelver. Die zet hem heel scherp voor. Dan Owusu. En dan de Pitter in het dak van het doel. Bij de rust is het 1-0. Doelpunt Steven de Pitter. Suarez begint aan de tweede helft voor Anderlecht. In de plaats van Canesin. Voor het eerst incasseren ze een doelpunt voor de pauze. En Westerlo begint met Stijn de Smet in de plaats van Farsi. Anderlecht begon vlot, met tempo ook, aan de tweede helft. Maar Westerlo heeft zich weer in de match gewerkt. Hier is Biglia tegen de eigen achterlijn. En het schot van de Smet. Jovanovic. Opnieuw via Juhas. Jovanovic de Schacht. De Schacht met de voorzet. En het vluchtschot van Suarez. Heel moeilijk. Hier is de Schacht. Schot van de Schacht. En save van Deelkens. En Biglia hard voorlangs. En Kouyaté die hem er niet in kreeg. Het begint met een harde trap van Olivier de Schacht. Deelkens en dan Biglia. En dan Kouyaté. Lucas Biglia nog altijd op zoek naar zijn beste vrije trap. 10 minuten voor tijd. Een hoge. En de kopbal. En Deelkens. En dan gaat hij erin. Kopbal. Wie anders dan Juhas. Bij dit soort situaties zo vaak de meester in de lucht. Roland Juhas met de gelijkmaker. Dit was dan allicht de beste vrije trap van Biglia. En de bal gaat erin via Wils. Biglia en Jovanovic gebogen over de bal. Ik denk dat Jova iets wil proberen. Of geeft hij alleen maar goede raad? Lucas Biglia. Opnieuw Guillaume Gillet, die zo ongeveer aan de lopende meter scoort de jongste weken. Hij zit aan 5 goals en dit is allicht de winnaar in het Kuipje. 2 vrije trappen van Biglia, 2 kopballen. De tweede van Gillet is allicht de winning goal op deze zondagmiddag. Het is 1-2.
Vargas. Odoi, die nu linksachter speelt. Opnieuw Vargas. Jovanovic. Versnelling nog. En een paasje richting Mbokani. En tegen de paal. In de extra tijd nog een vrije trap met Stijn de Smet. En de kopbal van Jeff Delen. Die was er nog dichtbij. Proto heeft amper iets moeten pakken in deze wedstrijd. Werd wel een paar keer bestookt en één keer geklopt. Dus verdedigend bleef Anderlecht redelijk makkelijk overeind.